Nee, dit is niet de allereerste keer dat ik het jullie vertel. Sterker nog, ik heb er zelfs een complete video aan gewijd, want ik was aanwezig bij de productie van het 10 miljoenste exemplaar sinds 1990. De Toyota Yaris is sindsdien een regelrecht succes, als opvolger van eveneens een succes, de Toyota Starlet. In Nederland zijn er sindsdien zelfs 175.000 geregistreerd en ook daarmee is het in ons land een ontzettend succesvol model. Maar niet alleen op dat vlak, ook op dit kanaal, het YouTube-kanaal van InstaAutoVlog, is de Toyota Yaris zeer populair. Jullie smullen ervan. En dat is dan ook wederom de reden dat ik op stap ben gegaan met de Toyota Yaris. Naar aanleiding van het feit dat de auto recent is gefacelift en dat ik er in Spanje kennis mee maakte. In combinatie met, als ik het goed heb, de Launch Edition uitvoering en de allernieuwste hybride 130 aandrijflijn. Maar de afgelopen week heb ik gereden in misschien wel de allerbeste Yaris die je op dit moment kan kopen. En misschien ook wel de allerbeste Yaris sinds 1999. Welke auto dat is? De Toyota Yaris GR Sport. En dan hoor ik je denken, die is gek. De beste Toyota Yaris, dat is die met dik 250 pk en vierwielaandrijving, de GR Yaris. Ja, dat is zeker een magistrale versie van de Toyota Yaris, maar echt rationeel verdedigen, dat wordt lastig. Nee, de afgelopen week heb ik gereden in de Yaris GR Sportuitvoering en dat is een auto die de looks van de GR Yaris combineert met het rationele van de normale Yaris. Meer dan ooit tevoren zelfs, want in tegenstelling tot de eerste generatie van de GR Sportuitvoering van de Toyota Yaris geniet je nu ook van een vermogensupgrade in combinatie met die hybrid 130 aandrijflijn. De vernieuwde Toyota Yaris GR Sport kan je net als voorheen herkennen aan zijn sportievere voorkomen. Zo is hij voorzien van een zogenaamde hot-stemmed gaas design grill, inclusief sierlijst en de nodige GR badges voor en achter. Ook zien we zwarte ramenomlijsting en dito buitenspiegels. De 18-inch lichtmetalen wielen, inclusief Bridgestone Turanza banden in de maat 2/15/40/18, zorgen voor een extra stoer voorkomen, evenals de hooglandzwart uitgevoerde onderkant van de achterbumper. Ook zien we een vergramd uitlaatsierstuk en in het geval van deze testauto een flame red metallic lak, inclusief een two-tone kleurstelling in combinatie met een zwart dak, à €1.095. Ook in het interieur geniet je uiteraard van de nodige GR-aankleding. Denk aan een mooi GR-sportstuurwiel met rood stiksel en het GR-logo onderaan op het stuur. We zien de hele fijne en goed zittende sportstoelen met in de hoofdsteunen gestanst het GR-logo. En we zien ook op de vloermatten het GR-logo erin geborduurd. Op de instaplijsten ook GR, ja, en dat moet zorgen voor wat extra identiteit in het interieur van die Yaris GR Sport. Verder zien we een gunmetal afwerking voor wat betreft de middenconsole en in de deuren. En dat geeft ook een extra sportief sausje aan het interieur van de Yaris. Zeker ook in combinatie met de wielen aan de buitenkant. Deze testauto is daarnaast voorzien van het net geen €3.000 kostende GR Sport Plus Pack. En dat rust de auto onder andere uit met dit mooie panoramadak, JBL Premium Audiosysteem met 8 luidsprekers, stuurwielverwarming, stoelverwarming voor beide voorstoelen, intelligente parkeersensoren rondom. En dat betekent dat op het moment dat we net even iets te hard te dichtbij bij een obstakel komen, aan de voor- of aan de achterkant, dan zal de Yaris autonoom even een noodingreep doen. Ook zien we een dode blinde hoek systeem en Safe Exit Assist. En daarmee beschikt de auto over een systeem dat op het moment dat jij de portieren opent en er komt achterop komend verkeer, bijvoorbeeld een fietser, dan zal hij jou hiervoor waarschuwen. LED interieurverlichting en een draadloos oplaadstation voor je smartphone doen de rest.
Ja, maar dan even terug naar die sportstoelen, want dat is wel een hele sterke eigenschap van deze GR Sportuitvoering van de Yaris. De stoelen zitten goed, lekker lang zitvlak, goede ondersteuning ook voor de bovenbenen en we zien een goed gevormde rugleuning die je echt vasthoudt in de bochten. Maar niet alleen in de bochten, ook op de rechte stukken zijn het hele comfortabele, stevig gevormde stoelen die je heel veel ondersteuning kunnen bieden. Wens je wat extra ondersteuning in de lenden, dan is er een elektrisch verstelbare lendensteun aanwezig voor de bestuurder. Ja, en dan mag de GR Sportuitvoering van de Yaris aan de bovenkant van het spectrum zitten voor wat betreft het uitrustingsniveau. Standaard is de Yaris al zeer rijk uitgerust met onder andere Toyota Teammate. En dat Toyota Teammate is vernieuwd ten opzichte van het voorgaande systeem. We zien nu een verbeterde radar, een verbeterde camera en daarmee is de auto een stuk accurater in staat om bijvoorbeeld level 2 autonoom te rijden op de snelweg. Adaptieve cruise control, inclusief stop-and-go, inclusief een filefunctie, een autonome rijstrookassistent, dus hij centreert de auto keurig op jouw rijstrook. Ja, dat werkt echt ontzettend goed. Sterker nog, ik denk in deze klasse is dit misschien wel het best werkende systeem vandaag op de markt. Zeker deze huidige generatie, die is dus echt een stuk nauwkeuriger is geworden ten opzichte van de voorgaande generatie. Ja, echt super voor elkaar. Wekt heel veel vertrouwen. Maar ook de upgrades voor wat betreft de veiligheidssystemen. Als bijvoorbeeld het moment dat jij echt jouw aandacht verliest als bestuurder, stel, je raakt onwel achter het stuur, je voelt je niet goed, je bent niet in staat om in te grijpen en je rijdt op de cruise control. Auto detecteert geen activiteit van de bestuurder, dan zal hij gecontroleerd tot stilstand komen. En dat is zeker in het B-segment waarin die Yaris opereert echt geen gemeen goed. Hele mooie technologische noviteiten die Toyota heeft toegevoegd aan de Yaris. Het enige dat soms een beetje vervelend kan zijn in de praktijk, hij mag wel iets beter jouw aanwezigheid detecteren. Want het is wel zo dat je echt wel nadrukkelijk middels het stuurwiel moet communiceren dat jij het stuurwiel vast hebt. Wat ik de afgelopen testweek ook goed heb kunnen opmerken, is dat de Yaris wel degelijk een stukje stiller is geworden ten opzichte van zijn voorganger. Het is geen fluisterstille auto, maar het is nu meer conform met segment. Die extra akoestische voorruit, die doet absoluut zijn werk. Ja, en dan de reden waarom ik vind dat dit misschien wel de allerbeste Yaris tot nu toe is. De Hybrid 130 GR Sport. Want let wel, als je nu voor die GR Sport uitvoering opteert, krijg je automatisch die sterkere 130 pk nieuwste vijfde generatie hybride aandrijflijn. Een aandrijflijn die om te beginnen een stuk vlotter is, de Yaris een stuk vlotter maakt ten opzichte van de Hybrid 115. Zo accelereert deze Yaris in 9,2 seconden naar de 100 km per uur en dat is beslist niet iets om je voor te schamen. Dat is gewoon zeer, maar dan ook zeer acceptabel in deze klasse. De topsnelheid bedraagt 175 km per uur, maar dit alles wel in combinatie met een gemiddeld brandstofverbruik van 4,3 liter op 100 km. En dat is eigenlijk gewoon vergelijkbaar met de Hybrid 115. Begin ik dan ook met de ervaringen van deze Hybrid 130 aandrijflijn de afgelopen testweek. Ja, fantastisch. Het is een stuk soepelere en krachtigere aandrijflijn om bijvoorbeeld elektrisch mee te rijden. Want dat is wel het stukje dat echt met name is opgevallen. Die elektromotor ging van 140 naar 185 Nm trekkracht in zijn uppie. Dus dit is exclusief het koppel van de 1.5 driecilinder benzinemotor. Ja, en dat merk je heel erg goed. Het is heel makkelijk om vlotjes volledig elektrisch jouw kilometers af te leggen in zeker de bebouwde kom. Maar let wel, ook bij 80 km per uur is deze generatie Toyota Yaris in staat om de benzinemotor gewoon even buitenspel te zetten en gewoon continu door te rijden op zijn elektropower. Dit zorgde dan ook echt voor dat ik van dorp naar dorp kon rijden op puur de elektrokracht van de Yaris. Ik kwam thuis en de meter gaf gewoon doodleuk aan. De afgelopen 10 kilometer, daarvan heb jij 70% volledig elektrisch gereden. Dat is dan toch wel een mooi teken dat de hybride techniek van Toyota echt wel fantastisch werkt. Dat wist ik al, maar dat is nog steeds het geval. Want let wel, Toyota is nog steeds heer en meester als je het mij vraagt voor wat betreft die hybride techniek. Het optimale samenspel tussen de elektromotor en de benzinemotor. Maar dit in combinatie met meer dan voldoende power, maar ook
echt een laag brandstofverbruik. Voor de rest merkte ik echt op dat ik met de Hybrid 130 op pad was op het moment dat ik ging invoegen. Dat zijn echte momenten dat je even die extra power, die reserve van die Hybrid 130 op kan merken. Je voelt net even wat vlotter in, je hebt wat meer power achter de hand, je hebt wat meer koppel en dat is gewoon heel erg prettig om te ervaren. Maar let wel, ook die Hybrid 115 is verre van een stakker en ook op dat vlak zou ik meer dan tevreden met die aandrijflijn zijn. Maar wat ik toch wel het mooiste vond, ik heb de afgelopen testweek gereden met een gemiddeld brandstofverbruik gemeten aan de benzinepomp van 1 op 22,7 zonder ook maar enig moment na te denken of echt mijn best te doen om zuinig te rijden. Ik heb echt wel gebruik gemaakt van die 130 pk. Ik heb ook een paar ritten 's avonds na 7 uur gemaakt met 130 km per uur op de cruise control. En dan gewoon een gemiddeld verbruik van 1 op 22,7. Ja, dat is gewoon ontzettend netjes. Want als je je best wel doet, dan ga je ook met deze Hybrid 130 gemakkelijk over de 1 op 3, 1 op 24. Ja, en die prestaties van die Hybrid 130 die komen nu nog meer tot zijn recht in combinatie met deze GR Sport uitvoering. Want de GR Sport beschikt niet alleen over uiterlijke en innerlijke opsmuk als die sportievere details en die 18 inch lichtmetalen wielen aan de buitenkant, maar hij beschikt ook over een aangepast onderstel. Hij is niet verlaagd, maar in combinatie met die brede 18 inch lichtmetalen wielen, andere veren en dempers wat betreft de afstelling ervan, heb je een auto die net even iets communicatiever is. Hij is net iets straffer afgeveerd, maar let wel, zonder vervelend stug te worden. En dat maakt hem ook nog steeds heel erg bruikbaar en prettig in de dagelijkse praktijk. Het is niet een auto waar je een extra blokje om voor gaat om bijvoorbeeld slecht wegdek te vermijden. Verre van, hij rijdt er net zo makkelijk overheen, zij het net even iets communicatiever dan de normale Toyota Yaris versies. Ja, die GR Sportuitvoering, dat is gewoon een auto met een net iets sportievere inborst. En ten opzichte van zijn voorganger geniet je nu ook van een vermogensupgrade, waardoor je dat nog meer naar boven kan halen. Want let wel, als jij ook maar een klein beetje van een lekker stukje sturen houdt, het invoegen met deze Hybrid 130 GR Sportuitvoering is nu echt gewoon leuk geworden. Zeker als je een mooie uitdagende bocht hebt, invoegstrook, uitvoegstrook wellicht. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk met deze Yaris GR Sport. Hij ligt als een huis, heeft verrassend veel feedback in zijn stuurinstallatie, dus je voelt goed wanneer de grens van de auto is bereikt, maar ik kan je vertellen, die grens ligt heel erg ver. Er is ook een mooie balans in het onderstel aanwezig, niet te veel onderstuur. En als je je best doet, kan je het kontje een klein beetje speels opzij krijgen. Het blijft allemaal mooi binnen de kaders, maar het geeft wel net even iets meer een vleugje rijplezier. Dus op dat vlak is die GR Sport echt ontzettend geslaagd. Het is niet die keiharde GR Yaris uitvoering, maar het is ook niet die allemansvriend als de normale Yaris. Want ik wil de normale Yaris, laat dat heel erg belangrijk zijn, niet gaan downgraden. Dat is ook een ontzettend fijne auto. Maar dit is de uitvoering die je moet hebben als jij iets meer de voorkeur geeft aan dynamische rij-eigenschappen. Wat ik ook erg prettig vond, dat is de stabiliteit bovendien op hogere snelheid. 130, 140, hij ligt als een huis. Op dat moment mogen heel veel auto's uit het C-segment bijvoorbeeld jaloers zijn op de rechtuitstabiliteit. Ja, en dat is dan ook de reden dat ik deze Toyota Yaris GR Sport 2024, dus met die nieuwe Hybrid 130 aandrijflijn, de beste Toyota Yaris tot nu toe vind. Want het is een auto die dat extra sportieve sausje van de GR Yaris kan geven, maar dan wel met het rationele en het verstandige van de normale Yaris. Maar dan ook in combinatie met net even iets meer pit. 130 pk in het B-segment, dat is gewoon meer dan voldoende. Dat is meer dan voldoende voor lekker wat rijplezier. 9,2 seconden 0 tot 100 is gewoon ontzettend vlot. Daar hoef je echt niet voor te schamen. Daar waren heel veel D-segment auto's 10 jaar geleden nog jaloers op. 2 liter motorpower, laten we het daarmee vergelijken. Maar het is dus ook gewoon nog steeds een auto die gemakkelijk bijna 1 op 23 doet in de praktijk. Ja, en dat is gewoon ontzettend fijn. Het is het stukje hoofd en hart dat beide wordt bediend. En daarmee is het wat mij betreft de beste Toyota Yaris ooit.
Vond jij deze review van de Toyota Yaris GR Sport leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta Auto Vlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Threads. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!